gaan naar de promo, want beelden zeggen meer dan woorden. En ik wil jullie daarom een indruk geven van het wereldcommunitaire platform. Als ik nadenk, is het in mezelf de vraag, zoals wie ben ik, of hoe zien mensen mij? Ik ben Sharika. En toen mijn vader en moeder sloeg, had ik een paar zijden zijn. Ik kwam mijn vader naar buiten met een hand onder het bloed en dat is gewoon heel erg schrikken. En ik was helemaal heel erg bang. De dokter dacht dat ik dood zou gaan. Dan weet die dokter nou al veel, maar niet alles. Allemaal echt gebeurd. Vanaf nu op zfm.nl/echtgebeurd. Nou, dat is dus in het kort, ze hebben echt gebeurd. Alle jeugddocumentaires van de publieke omroep proberen we op één platform te zetten. En dan kun je er dus naar kijken wanneer jij er zelf zin in hebt. Het eerste en het enige jeugddocumentaire platform van Nederland. Een verzamelplek niet alleen voor jeugddocumentaires, maar ook voor achtergrondverhalen, interviews met makers, het laatste nieuws op jeugddocumentaire gebied. En het aanbod breidt zich voortdurend uit. Ik zal jullie een indruk geven van hoe de site eruit ziet. Het belangrijkste onderdeel, hier zie je dus dat we inderdaad ook veel nieuws hebben, maar bij kijken hebben we alle jeugddocumentaires onder een aantal categorieën geschaard. Familie, sport, lijf en gezondheid, vriendschap, liefde, geloof, moet ik even naar beneden scrollen, school, vrije tijd en geschiedenis. Want wij vinden het belangrijk dat die echt gebeurde verhalen ook een tweede leven krijgen. Bijvoorbeeld in de klas. En daarvoor werken we samen met onder andere ITVA en Cinekit. Het platform zelf wordt beheerd door de VPRO, maar het is onderbreed van aard. Dus dat vandaar dat er allerlei verschillende omroepen samen op het platform te vinden zijn. En sinds dit jaar zijn we ook partner bij Mediawijze.net. Dus vandaar dat we ook hier staan op de markt en hier bij de pitch. We hebben in samenwerking met ITVA, Marije is daarvoor hier ook aanwezig, lesbrief ontwikkeld. Zodat je ook in een documentaire in de klas kunt bekijken en naar aanleiding daarvan een aantal vragen kunt stellen. Die lesbrief Echt Gebeurd is online te vinden, via ons platform natuurlijk ook via de site van ITVA. Ik zal het nu even niet laten zien, want mijn laatste minuut is al ingegaan. Het levert veel gesprekken en discussies op, reflectie, blikverruiming, mensen worden er mediawijs van. En de kinderen krijgen ook de gelegenheid om er zelf eentje te maken. Vanaf groep 6 tot en met de brugklas van middelbaar onderwijs. En dus zeer geschikt voor in de klas. Wat er verder nog is, we hebben junior reporters die het platform in beweging houden, zelf filmpjes maken. En ja, bezoekers kunnen het ook via de mixer op de site. Nou, tot slot, de laatste 20 seconden. Als je vragen hebt, ze moesten binnen de 4 minuten, dat gaan we niet meer redden. Maar we staan op de markt, stand nummer 17. En ITVA is standnummer? Bij het terras. Mail anders, bekijk de site en wees welkom. Dankjewel.